op het podium Steven de Oude. In combinatie met twee andere mensen die daar staan. Duncan en Laura. Geef een groot applaus. Sommige mensen zeggen wel, waar blijft de jeugd? Wanneer gaat de jeugd zich uitspreken? Ik vind datgene wat er nu plaatsvindt, is niet aan de jeugd om op te lossen. Het is aan mensen zoals mij, aan volwassenen om op te lossen. Maar toch zijn de jongeren die echt de moed hebben om zichzelf uit te spreken. En er staan er hiervan drie op het podium. Zometeen gaat voor jullie spreken Steven de Oude en hij heeft met mij het meest wonderlijke ritje in een auto gemaakt die ik ooit heb meegemaakt in de 47 jaar dat ik hier rondloop. Het was op donderdagavond 8 oktober toen wij opgepakt werden door de politie en ik uiteindelijk met Steven in een heel klein busje werd gezet. Het wonderlijke was op 8 oktober dat er gezegd werd, wij brengen de volksgezondheid in gevaar omdat wij de afstand niet hielden. In het busje zat ik echt bijna bij Steven op schoot. Dat was echt, dat was niet corona-proof, om het zo te zeggen. Dus ik ben super blij dat hij hier staat, maar eigenlijk wil ik eerst even mijn woord richten tot Duncan en Laura. Ik weet niet wie van jullie de uitzending van Arjan Lubach heeft gezien. De uitzending waar hij zijn verhaal hield over Tisse Bojay, over Lange Frans, over Sven Hulleman, over eigenlijk dat soort mensen die zich uitspreken. Maar het meest tenenkrommend, het meest pijnlijke was voor mij, is hoe deze twee mensen die hier naast mij zijn neergezet. En ik heb ook gevraagd, kom hier staan om gewoon een daverend applaus in ontvangst te nemen. Niet niks om op landelijke televisie echt te kakken gezet te worden. En hoe dat gebeurde, vond ik echt schandelijk ten opzichte van twee jonge mensen die zich op hun manier inzetten, die hun verhaal vertellen en die het lef hebben om een ander geluid te laten horen. Dus nogmaals, groot applaus voor Duncan en Laura. Steven, ik geef nu het woord aan jou. En ik wil nog één ding zeggen. De politie heeft laten weten dat ze er helemaal oké mee zijn. Dus we maken het programma af en de zon schijnt voor jullie. Yes. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Steven de Oude. Ik ben 25 jaar en ben ook een van de gearresteerden van donderdag 8 oktober. Je kunt me zien als een jongere, een wetenschapper, maar ook een broer van een 22-jarige student. En ik heb ook twee zusjes. Van 11 en 16. Maar ik voel me het meest een mens. Een mens met pijn, een mens met angsten en gevoelens, maar ook met moed. Daarnaast heb ik het verlangen om plezier, het verlangen naar plezier en om me te verbinden met iedereen om me heen. Vandaag wil ik het hebben over een aantal dingen. Namelijk begrip voor de ander, gevoelens en de bijbehorende missie, moed en zijn relatie met angst. En niet onbelangrijk, de relatie van dit alles met de jongeren. Het is namelijk zo dat ik, ondanks de oneerlijkheid in de wereld, de dingen die niet kloppen in dit coronaverhaal, de pijn die mij en de samenleving wordt aangedaan, ondanks dat heb ik toch begrip voor anderen die doen wat ze doen. Ook Mark Rutte. Ik keur zijn acties zeker niet goed, maar ik geloof wel dat uiteindelijk iedereen zijn eigen achtergrond en verhaal heeft. Met zijn eigen opvoeding, genen, omstandigheden en daarmee visie op de wereld. Zo geloof ik dat iemand altijd een reden heeft voor datgene wat hij doet. Kijk maar naar jezelf. Heb jij niet ook altijd een reden waarom je iets doet? Hoe kwaad de acties van anderen soms lijken, hoeveel pijn ze jou of anderen doen, er zit altijd een reden achter. Dat geldt ook voor jou. Misschien ben je het niet meer mee eens, of vind je dat ik bepaalde dingen echt niet gedaan mogen worden. Dan is dat ook goed. Als jij dat ervaart, als jij het gevoel hebt dat dingen niet kloppen of anders moeten, doe er dan wat mee. Ik ben hier niet om je te beschuldigen van iets. Ik ben hier om aan te tonen
je te wijzen op het feit dat als je iets voelt, je hiernaar mag handelen. Zo voel ik me dus erg verbonden met mijn zusjes en broertje, maar eigenlijk met alle jongeren, pubers en young professionals. We moeten verplicht mondkapjes op, sporten niet of minder. School heeft stilgestaan, of is dat in sociaal opzicht nog steeds het geval? Verjaardagen worden niet of nauwelijks gevierd. Het hele sociale leven, dat de kern uit onze hele proces van ontwikkeling en ontdekking van onszelf, staat op zijn kop. Of beter gezegd, bevindt zich in een geïsoleerde bubbel. Zo staat het uitgaansleven ook stil, waardoor nieuwe contacten opdoen of misschien wel verliefd worden. Beide lastiger zijn. Alle experts die ik hierover hoor spreken hard uit dat ze zich grote zorgen maken. Samenleving alleen maar vergroot. Ben jij ook zo'n jongere of heb je kinderen of kleinkinderen? Misschien heb ik je net tegen het zere been geschopt door te zeggen dat de slechte acties van anderen er ook mogen zijn. Toch hoop ik dat mijn woorden en wat ik doe iets bij je oproepen. Namelijk, ik kom in opstand. Dit voelt niet goed. Ik pik dit niet meer. Dit is wat Mordechai zo goed heeft kon verwoorden en waarmee hij bij mij succesvol een zaadje heeft kunnen planten. Dat was voor mij de reden dat ik bleef zitten, ondanks de consequenties. Zo ben ik jarenlang al een passievol volleybalcoach en heb ik dit ook moeten gedag zeggen hierdoor. Ondanks alles bleef ik zitten en ik zou het zo weer doen. Waarom? Waarom? Omdat ik voelde dat dit goed was. Omdat ik voor mijn vrijheid en mijn rechten sta die daarbij horen. Ik stond op, of beter gezegd, ik bleef zitten voor het gevoel dat mijn vrijheid wordt afgepakt en het moeilijker wordt gemaakt om van het leven te genieten. Ik heb de angsten die ik wel degelijk voelde voor een deel afgedaan. Maar voor een deel heb ik het hem ook geen macht meer afgegeven. Angsten zullen er altijd zijn. Dat is ook niet erg. Maar moed is datgene doen wat goed voelt, ondanks die angsten. Ik wil je hier vragen om hier meer naar te gaan handelen. Veel mensen denken namelijk in belemmeringen. Zo heb ik ook lang niet gehandeld. Gedachten zoals, ja maar hij of zij kan dat beter. Of wat zullen anderen wel niet van me denken? Ook dit proces neem ik mezelf, maar ook jou, niet kwalijk. Het is echter wel een belemmering voor jou, maar ook voor je omgeving. Eigen kracht en talenten. Dus als jij gelooft en je twijfels of angsten geen macht meer geeft, alleen dan komt dit stukje unieke jij tot uiting. Alleen dan komt dit stukje unieke jij. Ik heb dit de afgelopen periode al meer gedaan. Ik heb dit niet om de schouder al meer gedaan. En dat maar het is wel iets waar ik nu terugkijk op die avond van de arrestatie. Waar ik nu terugkijk op de avond van de arrestatie. Daarnaast merk ik dat ik door deze actie alleen maar meer mensen zich verbonden met mij. En ik ben hen daarbij. Vele positieve commentaren. Ook uit hoeken waarvan ik dacht dat ze me nooit volgden. En juist dat stukje verbinding die ik heb gevoeld, vind ik zo belangrijk voor vandaag. Want het verbonden voelen en elkaar bekrachtigen kan ertoe leiden dat we harder en sneller gaan werken. Om datgene te bereiken wat we al zo lang voelen. Namelijk een verlangen. Je missie. Mijn missie is om de jongeren en daarmee mezelf aan te spreken. En ons te laten doen wat goed voelt. Te gaan handelen naar je eigen intuïtie, zodat we samen een mooiere wereld kunnen maken. Ik weet zeker dat iedere jongere wel ergens hard is ingetroffen, in deze tijd of al een tijdje geleden. Uit je hierover. Laat zien dat het je pijn doet en dat je weet dat vele anderen hard worden geraakt of misschien nog wel harder worden getroffen. Selfcare isn't selfish, is een spreuk waar ik volledig achter sta.
Voor mij is duidelijk dat het huidige begeleid totaal geen rekening houdt met de jongeren. En als we dit graag veranderd willen zien, zullen we toch echt van ons moeten laten horen. Het eerste wat we moeten doen is ons verenigen. Verbinden, elkaar bekrachtigen en vervolgens handelen naar de verlangens die we voelen. Ja, dat vergt moed. En je zult over angsten heen moeten stappen. Maar ik kan je vertellen dat dat het zeker waard is. Zo geloof ik dat iedereen weer een positieve bijdrage kan leveren aan een mooiere wereld. Dit is de tijd dat liefde en moed samen de angsten overwinnen. En zo wordt het een wereld vol liefdevolle mensen.